aandelen in de lucht gaan als je ze koopt. Dus je kan geld verdienen in de lucht. Oké, en nu ophouden te kwebbelen. We gaan even genieten van het uitzicht en op zoek naar parels voor de Masters of Luxury. Beleggen in de luchtvaartindustrie. Geert, daar wil ik meer over weten. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is eigenlijk een heel breed iets. He, want je hebt niet alleen de vliegtuigen, maar je hebt bijvoorbeeld de drones, je hebt de helikopters, je hebt de navigatiesystemen, je hebt ingenieursbureaus eromheen, je hebt vliegvelden, dus je hebt daar weer gebouwen omheen. Luchtvaart is gewoon een heel breed criterium. En als we kijken naar de beurs, welke bedrijven zitten dan in de luchtvaartindustrie en wat zijn dan de hoogvliegers? Nou ja, als je praat over de betere bedrijven op de luchtvaart, althans voor mij, is dat dan Lufthansa, is dat Dubai Air, is dat Emirates, is dat Air France KLM. Weet je wel, dat soort bedrijven die ook nog echt een hart hebben voor hun passagiers. Maar dan hebben we ook de laagvliegers. Wie zijn dat dan? Ja, dan denk ik toch aan EasyJet, Ryanair, Wow Air. Ja, ik zelf, en ik snap natuurlijk best dat mensen er gebruik van maken. Maar nou was er toevallig in het nieuws dat je straks betalen moest op de toiletten in die vliegtuigen. Gewoon ronduit belachelijk. Dus ja, het zijn vliegtuigmaatschappijen. Je gaat van A naar B. Maar het heeft niet bij mij echt het imago van het juffenet, zal ik maar zeggen. Vliegtuigmaatschappij Lion Air die kreeg onlangs te maken met een grote vliegtuigramp. Wat betekent dit voor zo'n bedrijf? Dat zijn wel thema's op een beurs. Hè? Want dan stort zo'n vliegtuig neer. En dat is natuurlijk super erg voor de inzittenden en voor de maatschappij, eigenlijk voor iedereen. Maar natuurlijk is dat vliegtuig gebouwd, was een nieuw vliegtuig. En dan zie je het aan de Boeing ook in elkaar storten. En nu blijkt dus ook het onderzoeken dat deze fout waarschijnlijk ook bij andere nieuwe vliegtuigen voorkomt. Dat geeft dan een stukje aansprakelijkheid en financieel leed ook voor de maatschappij. En dat zie je dan gelijk vertolken in het aandeel wat daalt op een beurs. Nou is het een beetje schizofreen op een beurs, ik heb dat al eerder uitgelegd, dan moet je eigenlijk gaan kopen. Je moet kopen op het moment dat het bloed door de straten loopt en verkopen als de vredesbazuinen klinken. En dat is in dit geval ook zo. Geert, over iets anders gesproken, er zijn heel veel randzaken die invloed hebben op de luchtvaart. De olieprijs die daalt al weken. In hoeverre heeft dit invloed op de luchtvaart? Nou, dat heeft direct geen invloed, maar wel op de langere termijn. Want luchtvaartmaatschappijen die hedgen hun olieprijzen. Met andere woorden, ze kopen ze voor de langere termijn in. Maar ze zullen straks goedkoper kunnen inkopen. Maar dan zullen die prijsstunters gelijk beginnen met hun prijzen, hun tickets te verlagen. Want die denken meer in marge als de ingrediënten aan zich. Geert, heb jij nog een pareltje voor deze week die met de luchtvaart te maken heeft? Ja, dan kijk ik toch eventjes verder. Hè. Je weet natuurlijk dat met transport worden ook containers in vliegtuigen gedouwd, donororganen, mensen, transport in algemene zin. En dan wijk ik toch dan uit naar bedrijven die heel erg gevoelig zijn voor olieprijzen. Dat is met name Euronav in België, maar ook Maersk in Denemarken. En die laatste is een aandeel, dat kennen we ook nog wel, dat heeft ooit net nooit een Nederlands bedrijf overgenomen. En dat aandeel is erg goedkoop, staat op dit moment ongeveer 8000 Deense kronen en kan richting 10.000 Deense kronen stijgen. Het voordeel daarvan is ook nog dat je een keer uit die euro weg bent in een andere valuta. Dus ik ga in de transportsector, waar ook de luchtvaart onder valt, even naar een broertje, omdat ik denk dat daar betere kansen liggen. Want de vliegtuigindustrie vind ik op dit moment eerlijk gezegd of te duur of niet kansrijk genoeg. Het groeit niet voldoende. Oké, nou, het is mij weer helemaal duidelijk, Geert, voor deze week. Dankjewel en ik zie je volgende week, hè? Ja, leuk dat je er weer was.